Voor het vijfde jaar, achter elkaar. De mooiste dag van het jaar. Fatih, ben je klaar? En we zien een vinger omhoog. En een vinger omhoog betekent ja. Een vuist betekent nee. Welkom bij de vijfde Fatih Cup. Dit jaar natuurlijk weer heel veel prijzen. Met de meest bijzondere prijs, de hoofdprijs, de Fatih Cup. En die wordt uitgereikt door een hele bijzondere persoon. En jij wil nu weten wie dat is. En jij wil nu ook weten wie dat is. Maar dat ga ik nog niet verklappen. Daar ga je straks pas achterkomen. Fatih, ben je klaar om allemaal cadeautjes te krijgen van al die slijmballen van Touzani School? Ja. Heb jij nog nieuwe rapteksten? Hij doet hard to get. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, je hebt een verse outfit aan. Een nieuwe chapsel. Hey Fatih Swag, laat het weten in de comments. Much love voor deze man. Hier beneden in de beschrijving, in de comments, zie je zijn Instagram en zijn YouTube kanaal. En abonneer, anders ben je skeer. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. Abonneer, anders ben je geen rapper meer. We hebben een probleem. Fatih is aan mijn linkerkant, jij bent aan mijn rechterkant. Ja. En deze man is voor Galatasaray en jij bent voor Fenerbahçe. Ja. Hij is voor Ajax, jij bent voor Feyenoord. Hebben we een probleem? Ja. Groot probleem? Nee. Zo. Want het kan gewoon dat jullie allebei een andere club supporten. Ja. Fatih die... liet me net een tekst zien waarin stond, Fenerbahçe is niet goed. Nee. Weet niet. Je moet zeggen, hey, doe normaal joh. Doe normaal. Nee joh, grapje. Hey, trouwens, ik ben voor Istanbul Başakşehir. Wow. Mag dat? Ja. Mag ik? Broer, waarom ben je zo lief? Ik weet al waarom jij zo lief doet. Ja. Jij wil stiekem prijs winnen, hè? Ja. Ja, meest chille leerling van Touzani School. Ja, toch? Ja, toch? Adu heeft trouwens een heel goed schot, hè? Hij kan echt mooie doelpunten maken. Check maar. Stel jezelf voor. Ik ben 9 jaar. En ik speel op Touzani School, Feyenoord. Ik zat op Feyenoord van vroeg en op Overmaas. En je vergeet te zeggen dat jij de beste dame van de wereld bent van 9 jaar? Nee, ik weet het niet. Wel goed voetballen. Voor welke club ben jij in Turkije? Turkije, gewoon de GS. Wat is GS? Hè? Wat is GS? Een team, Turkse team. En voor welk team ben je? Galatasaray. Galatasaray! Hey, hey, hey. Galatasaray! Weet je waarom ik blij ben? Waarom? Omdat Fatih ook voor Galatasaray is. Dit is de snelle ronde. Vragen aan Fatih. Hij mag alleen maar ja of nee zeggen. Dit betekent nee, dit betekent ja. Wat is je vraag? Is Fatih lief?
Nou, hij doet ja, maar ik weet niet of hij altijd lief. Ben je altijd lief? Ja. Vind je chocola lekker? Ja. Lus je patat? Lus je patat. Patatekes. Ja. Vind je Tuzani lief? Yes, hij vindt mij lief. Ben je goed in koppen? Ha, daar hebben we een filmpje van. Hij kan heel goed koppen. Scherp, jongen. Ben je voor Feyenoord? Nee, want ik weet voor wie die is. Weet je voor wie die is? Ajax. Hij is voor Ajax. Nee. Zo, dat mag niet. Hij zegt dat mag niet. Fatih, ken jij trucs? Ken jij trucs? Nee. Nee, nee, nee. Wie vind je beter, Messi of Ronaldo? Messi is ja, Ronaldo is nee. Ronaldo! Had je liever dat Tuzani school bestaat of dat je een miljoen kon krijgen, zeg maar? Ja, is Tuzani school of nee is? Ah, hij zegt ja. Zo, hij wil gewoon liever Tuzani school dan een miljoen. Geef een applaus voor Fatih! Het is tijd voor de slijmballencompetitie. Cadeautjes brengen voor Fatih, zogenaamd omdat je hem lief vindt, maar je wil gewoon die hoofdprijs winnen, namelijk de Fatih Cup. En wat is die hoofdprijs? Een trainingspak naar keuze. Er zullen ook wel vast een paar kinderen tussen zitten die het oprecht menen. Wij gaan kijken, ik ga ze aan de tand voelen. Kom eens hier. Ik ga je aan de tand voelen. Doe je mond open? Oké. Ben je aan het slijmen of is het oprecht? Eigenlijk uit mijn hart met de haar. Oké, kom hier. Samen jullie met z'n tweeën? Waarom heb jij spekjes gegeven? Omdat dat hem lievelingssnoep is. Is dat waar? Ja. Ja, en je hebt ook nog... Adidas. Oh, parfum. Parfum, parfum. Ja. Wat heb je meegenomen? Spekjes. Je moet zeggen, Soef, dat zie je toch? Soef, dat zie je toch? Ja, maar ik niet helemaal. Mijn neus zat ervoor. Ik kan niet... Als ze zo dichtbij is, zie ik alleen mijn neus. Snap je? Ik heb je bril nodig. Oh, sorry. En je hebt ook nog... Le ballon, le ballon, Don Corleone, kijk eens. Kijk, iemand vroeg of hij goed kon koppen, kijk eens. Pats, pats, pats. Ja, dankjewel. Goed je best gedaan. Was het omkoperij of uit je hart? Uit mijn hart. Maar op jouw hart staat het logo van Feyenoord. En hij is voor Ajax. Wat? Eigenlijk wou hij wel. Dus komt nou Feyenoord uit je hart of het cadeau? Het cadeau. Oh, we hebben weer twee slijmballen. Hoe heet je? Benny. Demi. Oké, en laat even zien wat jullie hebben gehaald voor Fatih. Uitpakken. Ja, pakken. Uitpakken. Oh, dit is de F van weet ik veel. En... Oh, sorry, van... Oh, van... Oh, Funky Caps. Je weet dat hij een snoepert is. En een bal. Een bal. Nice. Wat voor bal is dat? Zo, van prinses Amalia. Oké. Dank jullie wel. Was dit oprecht of was het een beetje om te kopen? Om te kopen. Ja, oh, zij is gewoon eerlijk. Zij zegt gewoon om op te kopen. En bij jou? Uit hart. Het is echt waar, Fatih Cup bestaat 5 jaar. Zakaria, Metin, Mohsin, Mohammed Amin, Ibrahim en Wael. Mensen, allemaal opgelet. Vandaag wordt Fatih door ons in het zonnetje gezet. Sterk. Maar eerlijk gezegd, dat deed je gewoon bij handarbeid. Je hebt aan de juf gevraagd, kan je het voor mij maken alsjeblieft? Nee. Kijk hoe je fles. Je zegt, ga jij, ik ga voor jou koffie halen, dit, dat, maak jij deze? Nee.
Was het uit het hart of omkoperij? Uit het hart. Ook niet een beetje omkoperij? Nee. Klein beetje. Ja. Ja, ze zijn wel eerlijk vandaag. Ze zijn wel eerlijk vandaag. Dankjewel. Je hebt nog iets? Ja. Een ketting. En deze ketting heeft een bal, nog een bal. En de Fatih Cup. De vijfde Fatih Cup. Hey, dit is wel origineel, hè? Yes, mensen. Hier hebben we de fan van FC Barcelona. Ja. Maar je draagt... Ja, maar mijn moeder heeft het uitgekozen. Kan gewoon Madrid, Barcelona, Galatasaray. Mijn moeder wist geen verschil tussen Barcelona en Real Madrid. Oh, dat moet jij nog uitleggen. Dus deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen, maar ze wist het niet dat het... Ze dacht dat dit FC Barcelona was. En toen zei je, ik vind hem gewoon mooi, dus ik doe hem gewoon aan. Ja, ik doe hem gewoon aan. Dus je bent wel fan van welke voetballer? Messi. Oh, ik dacht andere antwoord maar. Wat hebben jullie meegenomen? Een pet. Oh, dat is een mooie pet. Racing, Max Verstappen. Ja, 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 ja. Swaggy, swaggy, swaggy. Haha. Ja, hij staat wel mooi hoor. Wat heb je meegenomen? Kleurplaten. Voor wie? Voor Fatih. Voor Fatih? Ja. Wat voor kleurplaat? Laat het zien. Oké. Okay. Kom. Oh. Dit is haar met een pet. En, Wie is het? Lijkt hij op mij? Nee, dat is Fatih. Oh, is dat Fatih? Ja. Oh, ja, ik zie het. Nou, Fatih, dit ben jij. Ja. En deze ook. Wie is dat? Ook Fatih. Ook Fatih. Nou, die gaan we ook hier zo bewaren. En wat heb je daar? Wat heb je daar? Kijk, een vlinder voor Fatih. Oh, oh, vlinder. En, ook Turkije. En dat was hem. Turkije altijd nummer 2, hè? Ja. Fatih lacht. Volgens mij is dat niet een goede antwoord. Turkije altijd nummer 1. Oh. We hebben een nieuwe omkoper. Hoe heet je? Anwar. Anwar. En jij? Eyoub. Jullie zijn samen toch? Oké, wat heb jij meegenomen? Chocola. Oh, chocola. Is voor mij? Nee. Voor wie dan? Fatih. Fatih. Alles is voor Fatih. Ik heb deze tekening gemaakt. Nee, ik heb hem niet gemaakt, maar iemand anders. En die tekening. Wacht, je hebt iemand gewoon aan het werk gezet om een tekening te maken voor Fatih? Ja. Je scoort punten omdat hij eerlijk is, maar hij verliest punten omdat hij iemand anders dat laat doen. Hé, dit is die Pokémon of wat is dit? Ik weet niet. Wat is dat? Nou, een hele mooie tekening. Lief van jullie. Was het oprecht? Ik heb Marokkaanse koekjes meegenomen. Maar broer, hij is Turk. Nee, mooi. Zijn Marokkaanse koekjes, super lekker. Zijn helemaal niet zoet, toch? Ja. Ja, tuurlijk wel. Nee. Heb je dit gegeven omdat je Fatih zo lief vindt? Of omdat je denkt, ik wil ook een prijsje winnen? Nee, ik... Of allebei? Fatih lief. Hoe lief? Heel lief. Als je een cijfer mag geven van 1 tot 10, wat voor cijfer van liefheid krijgt Fatih? 11. Elf, je weet zelf. Hey, go nader, go nader, go nader. It's your birthday. Applaus, applaus, applaus. Dat is de rups. En deze kleine rups heeft chocolaatjes meegenomen samen met zijn mattie. En waarom heb je het meegenomen? Omdat ik Fatih zo lief vind. Kijk hoe die flasht. Fatih is helemaal niet lief. Voor mij wel. Waarom is hij lief? Omdat jij niet lief bent. Goeie tekst, goeie tekst.
We zijn zover. De prijsuitreiking gaat beginnen. Maar eerst is het belangrijk om te weten van Fatih, was het een mooie dag? Hey, vinger omhoog betekent ja. Was iedereen chill? Ik zie een ja. En nu we toch praten over chill zijn, wil ik gelijk de eerste prijs bekendmaken. Dat gaat naar de meest chille leerling van Touzani School. En ik ga zo meteen uitleggen waarom hij of zij die prijs heeft gewonnen. Maar de winnaar is geworden meest chille leerling van Touzani School, Ilyes Bouchypti. Kom naar voren. Ja. Dankjewel, Adil. Ilyes, jij hebt deze beker gewonnen. Meest chille leerling van Touzani School. Maar je hebt ook een trainingspak van Touzani gewonnen. Die krijg je later. Het ding wat ik zeg maar aan heb, of een andere kleur. Waarom heb jij gewonnen? Weet ik niet. Ja, ik weet het wel. Kijk, Ilyes, die is al ruim 5 jaar bij ons. Is er altijd. 4 jaar geleden heeft hij Robin van Persie geïnterviewd. Hij is super chill. Hij is de eerste aanvoerder van de Touzani School. En ja, ik ben gewoon heel trots op jou. Je begint echt een kerel te worden. En je bent echt het perfecte voorbeeld van chill zijn. Ik wil bij deze nog 1 keer een oorverdovend applaus voor Ilyes Bouchypti. En dan, ja, nog meer prijzen. Voor iemand die ik, ja, die maakt me altijd gewoon blij. Hij is super grappig. Hij maakt hele mooie tekeningen. Ik wil een groot applaus voor onze lieve Ozan. Ozan! Deze beker is voor jou. Okay. Waarom denk je dat ik deze aan jou heb gegeven? Omdat ik heb heel veel tekeningen gemaakt heb voor Fatih. Oh. Ik denk altijd aan hem. Altijd. Je denkt altijd aan hem? Ja. Vind je Fatih lief? Ja, heel lief. Oh, een groot applaus voor altijd, ons. Altijd aan Galatasaray. Altijd Galatasaray. Iemand die altijd vrolijk is, maakt altijd grapjes en is eigenlijk wel, ja, echt een hele bijzondere jongen die ons allemaal vrolijk maakt. Ik wil een groot applaus voor onze lieve Adil. Ja, deze is voor jou. Ga je die op je kamer zitten? Ja toch. Ja toch. Dan gaan we nu beginnen aan de 10 prijzen. Bioscoopbonnen ter waarde van €15. En het gaat naar het team met de meest creatieve naam. Creatieve teamnaam. De winnaars van de bioscoopbonnen zijn geworden FC Touzani Kip. Ja! FC Touzani Kip, wie heeft het verzonnen? Ik. Jij? Ja. Oké, ik hoor nu dat zij bepaalt welke film jullie naartoe gaan. Zo. 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 Naar welke film gaan jullie? Weet ik niet. Naar weet ik niet. Nog een geweldige prijs. Draadloze oortjes voor je telefoon. Dit team blonk vandaag uit in gezelligheid. Winnaars zijn geworden Toe Fatih. Toe Fatih, kom maar naar voren. Ja, en dan kunnen jullie met die oortjes misschien wel muziek luisteren van diegene die straks komt. Oh nee, is het wel iemand met muziek? Ik weet het niet. Ja, en dan nog een teamprijs. €15, lekker eten bij Eetcafé Erasmus. Echt lekker kapsalon, zoals onze AB zegt. Wat ga ik vandaag leren, AB? Kapsalon. Het team dat heeft gewonnen is FC Panna Uitdelis. Ja. Kijk daar, kijk daar, wajo! Dat team dat allemaal een Touzani shirt krijgt, is geworden FC Buitenlanders. Oh, wow. Oh, wat een enthousiasme. Hey, 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 hey. Een groot applaus nogmaals voor hun. Ter ere van Fatih, omdat het 5 jaar nu bestaat, is speciaal voor Fatih gekomen. Doe je masker maar af. Het is
Geweldig! Stop, 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 stop. Ha? Schoon boef, man. 5 jaar de Fatih Cup moet bijzonder worden gevierd. 5 jaar de Fatih Cup en dat doe je met een eregast. En deze eregast is speciaal voor Fatih gekomen in het bijzonder. Maar man, we hebben 1 prijs, die ga jij zo meteen uitreiken. Maar allereerst wil ik aan jou vragen. Ben jij chill? Ik ben heel chill. Wat betekent chill voor jou? Relax zijn, respect tonen naar elkaar. Omgaan met iemand hoe je zelf ook behandeld wil worden. Maar ik denk dat de meeste kids hier, of eigenlijk iedereen dat wel doet, toch? De meeste kids. Zijn jullie chill? Zijn jullie chill? Ja! Hey! Ja, ja, ja. Hey, we staan nu tegenover Fatih, a.k.a. de stille rapper. En jij bent de rapper met de meeste impact op dit moment. Wat wil jij tegen hem zeggen? Nou, ik zeg je eerlijk, ik heb hem via Touzani ben ik dus erachter gekomen wie jij bent. Ik heb jou, toen heb ik jou gecheckt, ook op Instagram. Ik zag de stille rapper. En het motiveerde mij heel erg wat jij deed. Serieus, ik vond het echt heel knap. En ik vond jouw teksten ook super goed. Dus toen zei ik tegen Touzani, ik wil heel graag een keertje jou ontmoeten. En daarom zijn we hier nu. En wat ik zelfs heb gedaan, ik heb een kleine 8 bars geschreven. Oh. Speciaal voor jou. Hoi. Waar is mijn telefoon? Oké. Okay. En dan moet je mij maar even laten weten of je het hard vindt, ja? Oké, ik ben met Fatih, stille rapper, nee hij praat niet. Maar de teksten die hij schrijft, die geven motivatie. De 5e keer de Fatih Cup, we chillen met Touzani. En iedereen moet chill zijn. Vraag dat maar aan Abi. Nee broeder, ik praat niet. Ik laat alleen mijn daden spreken. Iedereen kijkt op naar jou. En dat door je vaardigheden. Dus ik hou jou in de gaten en kom ik je vaker tegen. Heb jij een nieuwe vriend erbij? Wij zijn maten voor het leven. Laat je even horen, volk. Wat ik je wil zeggen is, ik raak echt super gemotiveerd van jongens zoals jou. Ik vind het heel knap wat je doet. En wat ik je wil zeggen is, je moet gewoon doorgaan. Je moet je passie volgen. Blijf vooral rap schrijven, weet je, want veel mensen houden je in de gaten. Wat ik nog 1 keer wil is dat iedereen zich 1 keer laat horen. Voor iedereen die mee heeft gedaan met een gebaar en met een mooie glimlach. En dat ik erbij mag zijn. Om jullie te zien strijden voor de Fatih Cup 2018, dat maakt me reuze blij. Ik vind het supergoed dat Sofiane en meneer jongeren stimuleren om gezond te eten en goed te bewegen. Zoiets aan de jongeren te leren. Ik wil hiermee zeggen aan iedereen, laat nooit je hoofd bijhangen. Ga ervoor. En als bedankje voor dit alles een donatie voor een koude shoppings of iets anders. Wauw. Wauw. Dankjewel. Dankjewel. Deze gaan we op een gepast moment openmaken. Yo. De prijs, de Fatih Cup, die mag jij in je handen pakken. Ik ga hem bekendmaken, jij mag hem uitreiken. Het meest chille team van vandaag. Dat hebben we gekozen samen met Fatih en het hele team wat aanwezig was. Krijgt een trainingspak na keuze. Zijn geworden FC Tiki Taka 1. Yes, yes, yes mensen. Dit was de Fatih Cup voor de 5e keer. Samen met Gewoon Boef, het meest chille team en de allerbelangrijkste van vandaag. Fatih, a.k.a. de stille rapper.